Vandaag vieren wij het 65-jarig bestaan van onze turnkring, Willen is Kunnen, hier in Temse. En wij wilden dat op een bijzondere manier vieren. We hebben dus enerzijds het optreden deze namiddag, waarin al onze leden hun beste beentje zullen voortzetten, aangevuld door een aantal speciale gasten die we hebben. En vanavond hebben we een etentje met familie en de vrienden van de kinderen van onze turners die zich daarvoor inschreven, zodat iedereen elkaar een beetje beter leert kennen. Zoals ik daarnet zei, is de club 65 jaar geleden in september 1948 opgericht hier in Temse. Het was oorspronkelijk eerst een club enkel voor meisjes, zoals dat vroeger wel meer gebeurde. Maar door de jaren heen is dat uiteindelijk natuurlijk geëvolueerd. Wij zijn een club die zich vooral toespitst op het recreatieve turnen. We hechten wel heel veel belang aan de kwaliteit, dus daarom kiezen wij er ook voor om gediplomeerde lesgevers te zoeken of mensen met zeer veel ervaring of de nodige bijscholingen gevolgd. Maar ook het familiale karakter van onze club vinden wij belangrijk. Ik denk dat dat wel resulteert in mooie resultaten, aangezien we toch wel meer dan 100 leden tellen. Vooral jonge kinderen, gaande van kleutertjes vanaf 3 jaar tot tieners. Kinderen kunnen bij ons terecht vanaf 3 jaar. Dat is vroeg, maar wij zijn een van de clubs in Temse die denk ik al zowat langst bezig is met het aanbieden van kleuterturnen. We hebben daar ook speciaal programma's voor het kleuterturnen die wij volgen. Vanaf 3 jaar zijn ze welkom. Onze oudste leden zijn jonge tieners. Zowel meisjes als jongens zijn uiteraard welkom. We hebben naast het gewone recreatieve turnen, waarin wij een aantal zaken aan bod laten komen, zoals behendigheid, lenigheid, kracht, bieden wij ook acrogym aan sinds dit jaar. En dat is een groep die ook zeer succesvol van start gegaan is. Iedereen mag eens een lesje komen meeproberen. U kan altijd een keertje komen kijken met uiteraard de gymnast die interesse heeft. Je kan bij ons terecht voor het eerst en vooral het kleuterturnen, waar we al heel lang mee bezig zijn. En dan daarnaast is het het recreatieve turnen. Dat wil zeggen dat we kinderen lenigheid, kracht, behendigheid aanleren. En we laten hen ook proeven van het toestelturnen. Onze belofte bijvoorbeeld, die doen sowieso al mee aan recreatieve wedstrijden van de gymfederatie. Daarnaast hebben we ook een groep acrogymnasten die dan specifiek het acrogym beoefenen. Van het eerste leerjaar tot het vierde leerjaar turnen wij elke woensdag in de sporthal van de Heilig Hartschool op Sint-Amobergelaan. Elke vrijdagavond is het les voor de acrogymnasten in diezelfde sporthal van de Heilig Hartschool. En op zaterdagmorgen turnen de beloften in de turnzaal van de school Vier Klavers op Kouwerburg. Kleuterturnen, dat gaat ook door op zaterdagmorgen en dat is dan weer in de Heilig Hartschool op Kouwerburg. Wij zijn heel blij vandaag dat wij ook speciale gasten mogen verwelkomen. Dat is enerzijds Marie-Madeleine de Ridder, een gymnaste van Gym Mol. En zij vertegenwoordigt de top in de ritmische gymnastiek. En daarnaast is ook de harpklas van de muziekschool van Bornem onder leiding van Ellen Schafraat hier aanwezig. Na heel veel repetitie in onze turnzaal met de gymnasten zullen zij vandaag live onze gymnasten begeleiden.